Stichting Rise and Glory en Paralene Events hebben vandaag Paramandé gevierd. De Paramandé is voor het eerst gehouden. Er worden over het algemeen weinig sociaal-maatschappelijke activiteiten gehouden in het district. Dit is voor Marita Grant, de trekker van dit evenement, de aanleiding geweest om deze dag te introduceren. In maart is er reeds een vrouwendag georganiseerd die goed is aangeslagen bij voornamelijk de vrouwen in het district. Grant zegt dat na de vrouwendag ook de mannen de behoefte kenbaar maakten voor een eigen dag. We zijn hier op het terrein van Stichting The Risen Glory. Dat is een kindertehuis. En we gaan iets doen voor de mannen en tegelijkertijd ook iets voor de kinderen van het tehuis. En dat houdt in dat we voor de mannen voorlichtingssessies hebben betreffende HIV, kanker, diabetes. En daarna hebben ze een Unuvaya cook-out, waar ze een maaltijd gaan bereiden voor de andere deelnemers en ook voor een speciale maaltijd voor de kinderen. En daarnaast moeten ze ook een speeltoestel maken voor de kinderen, want dat is iets blijvends, dus dat blijft hier op het terrein staan. De organisatie koos ervoor om de onderwerpen HIV-AIDS, diabetes, kindermisbruik en zelfmoord te belichten. Deze onderwerpen zijn actueel en kennen in Suriname vele slachtoffers, zegt Grant. Ze heeft bemerkt dat de vrouwen in het district veel actiever zijn dan de mannen. Wij zijn Paralene Events. Wij doen dit wel pro-deo, deze activiteiten. Maar daarnaast gaan wij ook andere activiteiten organiseren die zijn dan wel betaald. Dus wij zijn geen stichting, maar we doen dit gewoon, ja, gewoon pro-deo om para een beetje te promoten. Je moet zelf een para, welke activiteiten zou een para meer nodig hebben? Ik denk, voor de mannen die willen echt actieve dingen, dus misschien sportactiviteit. Ja, het is moeilijk te peilen, de mannen van para. Ik kan meer zeggen voor de vrouwen. De vrouwen die zijn toch meer dat ze echt wel informatie willen, bijvoorbeeld trainingen, communicatietraining, dat soort dingen. Dat valt wel bij de vrouwen wel goed. De vrouwen schijnen actiever te zijn dus. De vrouwen zijn veel actiever dan mannen. Hallo, Marita Grant van Paralene Events. Ze vindt dat er meer activiteiten in het district moeten worden georganiseerd om de bevolking eensgezind te maken.